Ik ben eigenlijk niet meer en niet minder dan een telefoontje. En een telefoon is een doorgeefluik tussen de engelen en tussen jou. Daarbij is het wel belangrijk dat je je voeten goed op de grond zet. En ook goed met twee voeten op de grond, niet op je tenen. Ik bedank de engelen dat ze door mij en met mij werken. En ik vraag dat de engelen ons omringen en beschermen, leiden en sturen, dat ze werken voor ons hoogste goed. Willen jullie heil en genezing brengen bij iedereen die bij deze sessie betrokken? Dit weekend is Hulst het centrum van spiritualiteit. Onder andere kaartleggers, zandlezers, paragnosten en energetische therapeuten hebben zich verzameld op de spirituele beurs, alweer de 13e editie. Nu heb ik er eerlijk gezegd zelf niet zoveel mee, maar ik laat me graag verrassen. Het is een nieuw jaar, dus ik ben erg benieuwd wat 2015 zal gaan brengen. Dat je naar buiten gaat en dat je mag gaan wandelen. Jij bent iemand die je energie kwijt mag, zeg maar. En op het moment dat je naar buiten gaat, dan kun je ook contact maken met de aarde. En dan kun je al die gedachten die in jouw hoofd zitten, die kun je loslaten. Wat ook belangrijk is in januari voor jou is, ga alles op een rijtje zetten. En wat in jouw hart zit, is goed. Dus neem die beslissing. Waarvan jij denkt van, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Het is oké. Bewust is eigenlijk een kernwoord in de spiritualiteit. Bewust van jezelf zijn, bewust van je omgeving zijn. Bewust met wat er om je heen gebeurt. En in jezelf. Dat is spiritualiteit. En van daaruit met een open blik, met liefde en respect naar de ander kijken. Maar de bedoeling is dat je het in één keer op gevoel doet. Gewoon in één keer. Oké. Ja. En als je denkt het is goed, dan mag je hem er weer bovenaf schudden. Ik wil alles weer terug. Ja? Ja. Als moet ik vanavond stofzuigen. Ja. Ja, dan ga ik toch voor deze. Dat mag. Ergens in het zand. In het zand? Ergens in het zand. Oh, Nou, dan hier. Oké, okay, nou, dan ga ik hem naar me toe draaien. En dan gaan we eens even kijken. Als je 's avonds je tanden poetst en voor de spiegel staat, jezelf even in de ogen kijkt en jezelf aan kan kijken, hoe is mijn dag geweest? En kan ik dan zeggen dat ik die eerlijk en integer beleefd en geleefd heb? Dat is spiritualiteit voor mij. Ik heb het altijd in me gehad. Altijd. En het is de laatste 10 jaar is het eigenlijk naar buiten gekomen. Werkzaamheden, druk, druk, druk. Geen tijd voor jezelf. En op een gegeven moment dan, ben ik eraan begonnen. Met een kleurtje. En zo is het eigenlijk verder gegaan. Komt u er ook met een bepaald doel? Heeft u misschien bepaalde vragen waar u antwoord op zou willen? Nee, ik kom wel vaker op dit soort beurzen. En het is niet meer echt specifiek één vraag, maar natuurlijk, je hebt altijd vragen. Je wil altijd weten hoe je toekomst eruit ziet, maar ja, goed, die is nu vast te leggen. Maar soms is het ook wel even leuk om gewoon, het is eigenlijk denk ik een soort meer van bevestiging. Ik zou zeggen, hier mag jij je dingen, ja, rood, geel, oranje of misschien wel helemaal rood. En mag ik vragen wat die kleuren betekenen? Nou, rood is de kleur van de basischakra. Rood wil zeggen actief, levenslustig, daadkrachtig. Maar rood, en dat kan ik misschien straks even uitleggen, want ik zit er misschien ook naast, dat kan ook nog. Dan kan je zien dat rood is de kleur van de aanval, maar ook de kleur van de verdediging. Wat het meest opvalt is financiën komen daaruit. Ja? Er liggen ook een andere richting op gaan. Positief of negatief? Ik denk positief. ik denk dat 2015 in zijn geheel een positiever jaar gaat worden voor iedereen. En waar ook heel veel dingen gaan oplossen. Dus als we het even terug naar jou brengen, financiën haal ik eruit en een andere richting op gaan. Het begint ineens heel veel hier te kriebelen. En dat heeft bij mij te maken met mijn derde oog. Derde oog staat voor helder zien. De engelen geven aan van dat je het allemaal heel helder ziet. En dat hetgene wat je helder ziet, dat je daar ook de stappen mag voor gaan nemen. Oh, je zei het al. Ja, rood-oranje. Ja, ik doe dat natuurlijk al een aantal jaartjes. En ik ga nou laat het maar even liggen.
Hou mezelf even vast, kijk er even naar. Afspraken zijn afspraken, geen gezeur, dat gaan we doen. Je bent een locomotiefje, zou je kunnen zeggen. Je bent toch iemand die de boel mee zou kunnen sleuren. Ik heb me dus laten verrassen. Ik heb een hoop dingen gezien en gehoord. En ik heb blijkbaar nogal veel om over na te denken.